Dag iedereen en welkom bij deze demo over blockchain. Ik ben Roel Thijs en in het eerste deel van deze serie ga ik uitleggen hoe je zelf je private sleutel genereert voor het gebruik op de Ethereum chain. Er gaat heel veel encryptie gebruikt worden. Wie graag wat meer wil weten over encryptie kan terecht op mijn vorige video. Wie graag niets wil bijleren kan terecht op mijn YouTube kanaal. Allereerst is er de software die we gaan gebruiken. We installeren Get, dat is de co-implementatie van een full Ethereum client. Libketchup is een dependency voor SHA3SAM dat we gaan gebruiken specifiek voor Ethereum. En om die laatste twee te installeren hebben we Git nodig. Ondertussen zie je hier op de achtergrond dat de Git client reeds gestart is. Deze start ik een beetje op voorhand. Hetgeen dat ik hier selecteer is de IPC, die hebben we straks nodig om te verbinden met de backend. Ik start die client al omdat die een tijd nodig heeft om te synchroniseren. We moeten de volledige blockchain downloaden. En dat kan wel eventjes duren. Ondertussen ben ik Git aan het installeren. Dan kan ik Libketchup en SHA3SAM uitchecken, zodat ik deze kan builden van de source. Hoe je dat moet doen voor je specifieke OS, kan je lezen op de homepage van deze projecten. Als de installatie geslaagd is, hebben we deze nieuwe hashing algoritmes ter beschikking op ons systeem. Git synchroniseert ondertussen rustig verder de chain. Wat wij gaan doen is een private en publieke sleutel genereren met elliptic curve cryptografie. Dat is hetzelfde algoritme dat gebruikt wordt voor Bitcoin. Van onze publieke sleutel kunnen we vervolgens ons Ethereum adres genereren en daarvoor hebben we dat Ketchup algoritme nodig. Git synchroniseert ondertussen rustig de chain verder. Ondertussen kunnen wij onze sleutels genereren. We genereren met OpenSSL een elliptic curve param sleutel. We gebruiken de SECP256K1-curve. Dat is dezelfde die gebruikt wordt voor Bitcoin. En we schrijven dit weg in een bestandje. Dit is onze private en onze publieke sleutel. Om deze in een correcter formaat te krijgen om mee te werken, gaan we een beetje command line magic doen. We halen alle spaties en dubbele punten weg. Voor de private sleutel moet de initiële 00 ook weggehaald worden. En op het einde van de lijn staat er nog een new line, die mag er ook af. Dit is dan onze private sleutel. We doen hetzelfde voor onze publieke sleutel. Hier moeten we de 04 vooraan wegtrimmen en ook alle spaties en dubbele punten. Waarom die 04 weg moet, ik heb geen idee. Dat gaat waarschijnlijk wel in de spec staan, dus ik kan dat opzoeken, maar daar was ik dan eventjes te lui voor. En als we onze publieke sleutel bekijken, krijgen we deze. Het valt op in elliptic curve cryptografie dat de publieke sleutel langer is dan de private sleutel. In RSA dat gebruikt wordt voor HTTPS is dit net omgekeerd. Zo, nu dat we onze private en publieke sleutel hebben, kunnen we ons adres genereren. Hiervoor gebruiken we het Ketchup algoritme dat we daar straks geïnstalleerd hebben. Min x voor hexadecimaal, min l voor lowercase. We trimmen de spaties en de dashes eraf. En we nemen de laatste 40 tekens. Het 41ste is een new line, dus die willen we niet. En dit is ons adres. Als we er nog een 0x voor zetten, hebben we ons Ethereum adres. Om te testen hebben we natuurlijk een beetje Ether nodig om te spelen. Ik gebruik de officiële Ether client Mist om een duizendste van een Ether te versturen naar het adres dat we daarnet gegenereerd hebben. Ik vul hier het adres in. We vullen de amount in. En dan scrollen we naar beneden om de transactie te verzenden. Deze wallet gebruikt nog een extra wachtwoord voordat de transactie gedaan kan worden. En we zien dat de transactie gelukt is. Als we naar beneden scrollen, kunnen we hier in onze wallet zien dat er een transactie verstuurd is van dit adres. Als we dan naar Etherscan gaan, kunnen we de blockchain zelf queryen. Als we daar onze ontvanger zijn adres ingeven, dan kunnen we zien of er enige transacties voor bekend zijn. En inderdaad, onze duizendste Ether is geregistreerd op de blockchain. We hebben nu wel wat testether verstuurd naar het adres dat we gegenereerd hebben, maar we zijn daar natuurlijk niks mee als we dat adres niet kunnen laden in een wallet. Ik ga get attach doen naar de get client die aan het draaien is op ons systeem. We gebruiken die IPC die ik daar straks vermeldde. En als we gaan kijken hoe dat we een sleutel kunnen importeren, swap3.personal.import raw key, dan onze private sleutel gevolgd door een wachtwoord dat we nodig hebben om deze account te unlocken als we hier later mee willen werken. En dan zien we dat de sleutel die hier getoond wordt overeenkomt met de sleutel die we daar straks gegenereerd hebben.
Dat is goed nieuws. Dat wil zeggen dat wij dezelfde methode gebruikt hebben als GET om van een private sleutel naar een publieke sleutel naar een Ethereum-adres te gaan. Moest het iets anders zijn, dan hadden we een groot probleem. Nu is onze account gekend in GET, accounts is een array. Hetzelfde resultaat kunnen we krijgen als we Coinbase gebruiken. Dan zit het niet in een array en is het gewoon een string. Van een array kunnen we natuurlijk het element met index 0 pakken om hetzelfde resultaat te bekomen. Dan gaan we eens kijken hoeveel er op onze account staat. We transformeren van wij, dat is de kleinste hoeveelheid ether die je kan hebben, naar ether, omdat dat een beetje leesbaardere getallen zijn. En we zien een 0. Dat wil zeggen dat onze fondsen niet in onze wallet zitten. Het probleem dat we hier hebben, is dat GET nog altijd de chain aan het synchroniseren is. En we hebben nog redelijk wat bloks te gaan, en de blok waar onze transactie in zit, is nog niet gekopieerd naar ons lokale systeem. Dus als we GET lokaal laten queryen op de blockchain, gaat hij die transactie nog niet gezien hebben en staat die account nog altijd op nul. Vele minuten later is die chain eindelijk gesynct en kunnen we opnieuw de balans opvragen. We connecteren een nieuwe sessie, want na een tijdje worden we gekickt. We vragen de balans op. 1000ste ether. We zijn nog altijd niet met onze account als we geen ether kunnen versturen. Daarom willen we hem terugsturen naar waar hij gekomen is. We hebben hier 18,748475 ether in onze account zitten. En wat we nu willen doen is met onze nieuwe account die we zelf gegenereerd hebben, ether terug naar daar sturen. Voordat we dat kunnen doen, moeten we een account unlocken. We geven het adres in, het wachtwoord. Als dat correct is, krijgen we bevestiging. En nu kunnen we proberen van ether te versturen. We weten dat we 1000ste ether hebben. Dat is in wij heel veel nulletjes. Dus we versturen van onze account naar die account. En de value is zoveel wij. Dat is dus 0,001 ether. We zien dat we insufficient funds hebben voor gas, malprijs plus value. Om in ether een transactie te doen, moet je een brandstofkost betalen. De kost van de brandstof kan je zelf kiezen. Hoe duurder je die maakt, hoe meer geneigd de miners zullen zijn om deze op te nemen in de blok. En dan moet je nog een hoeveelheid meesturen ook. Als je te veel gas meestuurt, krijg je het verschil terug. Ik heb wat berekeningen gedaan. De value die we kunnen versturen is 0,00058 ether. De gas is exact 21.000 voor de simpelste transactie met een gasprijs van 20 gigawatt. Dat is gelukt. We krijgen onze transactie-ID. Die kunnen we gaan opzoeken in Etherscan. En daar zien we dat onze transactie pending is. Dat wil zeggen dat hij klaar staat om opgenomen te worden in een blok als de miner het de moeite vindt om dat te doen. Als je je brandstof duurder maakt, gaat dat sneller. Als je je brandstof goedkoper maakt, gaat dat trager of misschien zelfs helemaal niet. En dan blijft je transactie voor eeuwig in limbo. Zo, we vragen onze balans op en deze is 0. Nu gaan we zien dat de transactie wel geslaagd is. Er is ondertussen zelfs al een extra blok gemined. Dan kunnen we gaan kijken naar de ontvanger. En hier zijn we in de wallet van degene die de fondsen gaat ontvangen. Deze is nog aan het synchroniseren, nog 24 bloks. Als dat gelukt is, ja, komt de ether er weer bij. Nu hebben we dus bewezen dat we zelf een adres kunnen genereren en hiermee ether ontvangen en versturen. Ik hoop dat hiermee de interesse gewekt is en ik zie jullie graag terug voor deel 2.